Goedemorgen, wij zijn hier bij de locatiekeuring in Sint-Johannesgaar bij Tjalling de Boer. We hebben een prachtig zonnetje erbij. Ik sta hier samen met Piet Bergsma. En nummer 6, 5 en 6 en nummer 12 zijn afwezig. De uitslag van paard nummer 1. Een paard met veel rastype, goede opzet en met veel uitstraling. Goede verhoudingen ook. Voorhand, middenhand, achterhand is mooi geplaatst alles. Valt iets weg achter het schouder, maar is ook het enige wat we erop aan te merken hebben. Het paard is iets sabelbenig, maar verder is het wel heel droog in de spronggewrichten. Stapt wel ruim voldoende takt, maar zou ietsje meer ruimte mogen maken. Heeft een hele goede draf met veel zweefmoment, mooie oprichting, schof komt mooi omhoog en ook veel souplesse. Het paard krijgt een eerste premie en wordt opgenomen in het standboek en ster.
De uitslag van paard nummer 2. Het paard mist iets jeugd. Het is een 3-jarige merrie. Het komt ietsje driedelig over. Wel heel veel behang en voldoende opzet, maar wat weinig nek. Zou iets meer afbuiging mogen laten zien. Over de rug is hij iets strak op de lendenen. Heeft op zich wel een voldoende lang kruis. De beenwerk is wat sabelbenig, te veel eigenlijk. De stap en de draf die zijn van goede kwaliteit. Maakt ook wel ruimte. Zou iets meer houding mogen maken. Maar door de bouw en de kwaliteit beenwerk wordt hij vandaag opgenomen in een stamboek met een derde premie. Horse nummer 2 is taken in de studboek met de third premium. De uitslag van paard nummer 3. Een paard wat iets meer Fries typische uitdrukking in het hoofd zou mogen hebben. Wel een goede opgezette hals. Voldoende behang. De bouw is iets op de voorhand gebouwd. Maar is verder wel goed in verhouding. En een mooi kruis erin. Is ietsje neerwaarts gebouwd. De beenwerk, daar hebben we de meeste moeite mee. Het is erg week gekoot voor een 3-jarige merrie. In het voorbeen zou die correcter mogen zijn. De stap en de draf heeft voldoende takt en ook voldoende kracht. Maar vanwege kwaliteit beenwerk en is vooral de reden dat hij wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 3 is taken in de studboek met een third premium.
De uitslag van paard nummer 4. Een kapitale merrie met een heel sterke komt hij over. Zou ietsje meer nek mogen hebben en ietsje meer uitstraling in het front. Goede bouw met een enorm kruis erin. Beenwerk is ietsje recht in het achterbeen. Zou dus een ietsje droger mogen zijn. In de stap heeft hij voor veel ruimte, maar achter zou hij meer moeten aansluiten. En wat krachtiger en wat meer souplesse in de... Ja, meer soepelheid in de spronggewricht kunnen laten zien. In de draf komt het achterbeen onvoldoende uit onder de massa. Vanwege de goede bouw krijgt hij een derde premie. This horse number 4 is getting a third premium. De uitslag van paard nummer 7. Een paard met rasuitstraling zou ietsje langere hals kunnen hebben en ook iets minder onderhals. Hele goede bouw, goede bovenlijn, mooi kruis erin, goed schouder. Beenwerk is ook droog en van een goede stand. Stapt met heel veel ruimte en tact en ook souplesse in de bovenlijn. En in de draf heeft hij een krachtig achterbeen, krijgt een eerste premie en wordt uitgenodigd voor de volgende ronde. Horse number 7 is getting a first premium and is invited for a next round. It's the racial type is good, very good confirmation and upper line, and also the movements are very strong with a lot of suppleness. Gaan we naar paard nummer 8, Alive S van de Sprong. Is 1,67 meter, 1,67 meter.
Dan de uitslag van paard nummer 8. Een paard wat misschien wat rijker zou kunnen zijn in zijn totaliteit, maar wel ruim voldoende rastype heeft en ook een goede bovenlijn. Het zou net allemaal iets rijker mogen zijn. Maar de beweging is zodanig goed in de stap en in draf. En ook met deze 91 punten voor de IBOP krijgt hij een eerste premie. En wordt uitgenodigd voor de volgende ronde. Horse nummer 8 is getting a first premium and is invited for the next round. This horse has an IBOP of 91 points. Overall, it has good quality and also walk and trot, a lot of room and a lot of activity. So, first premium. Paard nummer 9, Aafje van de Moeshoek. De uitslag van paard nummer 9. Een paard wat iets zwaar in de voorhand aandoet. Zou wat lichter in de halsvorm kunnen zijn. De bovenlijn is wel voldoende sterk en ook goed in verhouding. Beenwerk zou iets correcter mogen in het achterbeen en ook in het voorbeen. De stap is ruim voldoende ruimte en takt. In de draf zou hij meer moeten onderbrengen. Hij loopt een beetje op de voorhand. Zou meer het schoft omhoog moeten brengen en de achterhand onder de massa. Krijgt geen uitnodiging en geen eerste premie. Horse number 9 is not invited for a next round. Is not getting a first premium.
De uitslag van paard nummer 10. Zijn 11-jarig paard heeft een jeugdige uitstraling. Heeft ietsje onderhals. Is ietsje gerekt in het middenstuk. Verder is hij wel goed in de bovenlijn. Het beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit. Stapt met ruimte. In het draf over de benen gaat hij wel goed. Maar hij mist het ruggebruik en ook het opgerichte front. Leuke sterrenmerrie, maar wordt niet uitgenodigd voor een volgende inspectie. Nummer 10 is not invited for a next inspection. It's a good star mare. Paard nummer 11. Uitslag van paard nummer 11. Paard met veel rastype, veel behang, goede rasuitstraling. Over de bovenlijn is hij wel voldoende. Ze is ietsje neerwaarts gebouwd en het kruis zou ietsje mooier geplaatst kunnen zijn. Beenwerk is wat gehoekt en zou ook ietsje correcter kunnen. In de stap heeft hij voldoende ruimte. Zou nog net iets actiever het achterbeen mogen gebruiken. In de draf heeft hij een mooi zweefmoment, goed voorbeen. Maar alles tezamen niet voldoende om uitgenodigd te worden voor een volgende inspectie. Nummer 11.
Paard nummer 13, uitslag, wordt uitgenodigd voor de volgende inspectie. Eerste premie. Een paard met veel rasuitstraling, een hele goede bouw, een goede bovenlijn met een lang kruis en een mooi, in de hele verhouding is hij goed. Beenwerk is mooi droog, goed beenwerk, goede stand van het achterbeen. De stap is wel voldoende takmatig, maar zou meer ruimte mogen maken. In de draf compenseert hij dat ruim, want heeft een zeer krachtig achterbeen, heel mooi voorbeen. Als je er nog iets van wil zeggen, dan zou hij nog iets meer mogen afkappen. Maar een heel erg sterk bewegend paard krijgt dus ook een eerste premie en een uitnodiging voor de volgende inspectie of die wel of niet model kan worden. We hebben een korte pauze. Dit waren de paarden voor de individuele keuring. Er zijn 4 paarden die terugkomen. Of ze verhoogd kunnen worden in predicaat, dat is nummer 1, nummer 7, nummer 8 en nummer 13. The horses which are coming back for a second inspection is nummer 1, 7, 8 en 13. And now we have a small break. Ja, dames en heren, we gaan over naar de tweede inspectie van een viertal merries. Heel spannend natuurlijk, nummer 1, 7, 8 en 13. Nummer 1 is een 3-jarige merrie. Nummer 1, een 3-jarige merrie, Vetsje van Bokkum. De vader Johannes, de vader van de moeder is Onne. 1 meter 65 en de eigenaar is Bouke de Boer uit Nes.
de uitslag van paard nummer 1. Ja, blijft voor ons hetzelfde beeld vertonen. Een paard wat mooi gebouwd is, goed in het rastype staat. Goede bovenlijn heeft. Beenwerk blijft ook iets sabelbenig. De stap is hij ruim voldoende, maar mag hij nog wel meer activiteit tonen. Maar in de draf heeft hij een hele mooie natuurlijke manier van lopen. Blijft in de bochten goed. Heeft een heel sterk achterbeen. Vandaar dat we hem vandaag voorlopig kroon maken. Gefeliciteerd. Horse number 1 is professional crown. Because of good racial type, a good upper line. The quality feet and legs could have a little bit less in the hind leg. A little bit better in the hind leg. The walk is sufficient, good enough, but could have a little bit more activity. But in the trot, a lot of strength, a lot of suppleness and very good hind leg. And altogether, good enough for a professional crown. De uitslag van paard nummer 7. Een paard wat veel Friese uitstraling heeft. Zou ietsje langere hals mogen hebben. Goede bovenlijn. Goed in verhouding. Beenwerk is opvallend. Goede kwaliteit. Stapt ruim. En ook krachtig. In de draf heeft hij goed over de benen. Zou nog iets meer mogen afkappen. Maar alles tezamen is goed voor voorlopig kroon. Gefeliciteerd. Horse number 7 is getting professional crown because overall notes are very good and the movement, walk and trot, more than sufficient. Congratulations, professional crown. Dan krijgen we paard nummer 8, a live S van de sprong. 1,67 meter. Vader Beert en de vader van de moeder Brent. De fokker, mevrouw A. van Kempen, Elbersen, Rijkenvoort. En de eigenaar is Fleur van Kemp en Elle van Kempen uit Rijkenvoort.
Paard nummer 8. Een paard wat je in rastype en in bovenlijn misschien wel wat rijker zou willen zien. Wel goed beenwerk heeft. Een uitzonderlijke goede stap met heel veel souplesse, heel veel swong. En ook in de draf heeft hij sterke bewegingen. En heeft bovendien een IBOP van 91 punten. Dus dit paard wordt direct kroon. Gefeliciteerd. This horse has already 91 points for the IBOP, but also at the presentation at the hand, a very good walk with a lot of suppleness in the back, and also in the trot a lot of suppleness and a good mare, and she's getting crown. Congratulations for the owner and the breeder. Net klikken. Dan het laatste paard die hier voor een verhoging komt. Heel spannend natuurlijk. Is deze Mary goed genoeg voor model? Het hoogste predicaat. Wij zien hier een Mary met veel rastype. Zou ietsje meer nek mogen hebben. Goede bovenlijn. Kapitale Mary. Met heel goed droog beenwerk. Stapt misschien, ja, zou die nog wat ruimer mogen stappen. Deze presentatie vonden we ruim voldoende stappen. En heeft een draf met enorm mooi voorbeen en sterk achterbeen. We zien er al een heel mooi tuigpaard in. Dit paard heeft bovendien 84 punten voor de IBOP. En wordt dus model. Eigenaren en fokkers, van harte gefeliciteerd. Number 13 is coming here to get maybe model. She is good enough to be model because of very good movements. Her trot is so nice with a good front leg, good hind leg. And also the conformation, a lot of strength, a good mare, and she's get model. Congratulations. Dit was het einde van deze keuring. We hebben
woensdag weer een keuring in de Lunteren bij de familie Volmer. En dan wens ik u verder een goede dag. Tot ziens.